Good afternoon. Het is vandaag zaterdag 16 december. En het is 2 uur. Ik voel me echt super verrot. Dus ik hoop dat ik me daar beter ga voelen. Want we gaan namelijk naar Shockers vandaag. En dit is een van de feestjes waar ik echt super lang al naar uit heb gekeken. Elle is over een half uurtje hier. Ik ga even mijn nagels doen. En ik zie jullie zo. Peace. Zo, lieverd. Ik heb even de camera gejat. Ik heb een verrassingje voor mijn vriendin. Wat dan? Daar ben ik ook heel benieuwd. Omdat wij altijd enorme last hebben van onze oren. Oh. Weet je wat het is? Als je elk weekend feest, moet je oren wel gewoon goed beschermen. En Anouk die is van het klagen en heeft dat pijn aan de oortjes. Dus ik heb een cadeautje. Oké. Nu toch in de keuken. Ik zal het gewoon laten zien. En wassing. Jouw huis en een engineer. Die was weggaan als alles al dan niet. Nice! Thanks, schat. What the fuck? Dankjewel, schat. Yeah!
afgelopen zaterdag ben ik samen met mijn vriendinnen naar Shockers geweest. Dit was in Rosmalen in Autotron. Echt een hele dikke locatie, vond ik. De lichten en visuals waren echt super vet bij de stage. En de sfeer zat er ook echt heel lekker in. Helaas vond ik het geluid wel iets minder. Ik had wel gehoorbescherming in, maar in principe ja, maakte het geen verschil met wat mensen zonder gehoorbescherming hoorden en ik. En wat wij hoorden. Ja, verder vond ik het echt super leuk. Er waren twee zalen, dus we zijn ook even naar die andere zaal geweest. Daar moest Klokhart toevallig draaien. En die hebben we ook gezien. Mijn favorieten van de avond waren toch wel Bifront, Frequencers en Klokhart. Ook vond ik het echt super druk op sommige momenten. En ja, ik werd gewoon de hele tijd weggeduwd. Ik was waarschijnlijk niet de enige die daar last van had. Dus dat was wel jammer. Ook heb ik vanaf verschillende punten gefilmd. Heel erg leuk. Ook vooral van boven is het heel leuk om te zien hoe iedereen echt meegaat in de muziek. En daarnaast heb ik nog een dingetje. Mijn lieve Imi heeft mij namelijk als verrassing, zoals je al gezien had, oordopjes gegeven van Earproof. Deze zitten hier in het ding. Dit zijn ze. En in deze oordopjes zit een demper. Hier zie je hem. Waardoor je wel gewoon de bas kan horen en de muziek heel goed en zuiver ook kan horen. Maar het is beter voor je oren om, ja, om gewoon sowieso gehoorbescherming te dragen. Ik was van tevoren niet zo heel erg fan van gehoorbescherming. Ook al is het wel beter natuurlijk. Maar ik hoorde nooit iemand tegen mij praten. Ik vond de muziek niet zuiver klinken dan. Maar met deze oordopjes, ik meen het, het is echt zo. Dus, en je krijgt ook nog een ander kleurtje erbij, dus ik kan ze ook nog verwisselen. En dan heb ik roze oordopjes in. En nu heb ik iets leuks voor jullie. Omdat ik zo positief erover ben, heb ik speciaal voor jullie een kortingscode. Die kan je zelf even invullen bij www.earproof.com. Link staat hieronder. Als je dan invult Happy 2018, dan kun jij met korting kun jij ook je eigen oordopjes bestellen. Ik raad het je echt aan, je moet het echt doen. Vooral als je feestganger net als ons bent, die bijna iedere week gaat. Wees zuinig op je oren en ja, schaf zeker gehoorbescherming aan. Verder wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren natuurlijk. Ik wil iedereen een hele fijne kerst wensen. En ik zie jullie heel snel weer. We gaan namelijk zaterdag naar Uprising Alkmaar. En voor de week woensdag gaan we naar Wheel Hardstyle. Laat me weten als ik jou daar tegen ga komen. En tot snel. Doei!